ik ben Malou van Beem. Hallo, ik ben Maartje Petersen. En ik ben Pim Petersen. En wij doen mee aan de wedstrijd om te laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Ja, zo is het wel. Ja, en we gaan jullie nu laten zien wat we doen. Zoals jullie kunnen zien zijn we nu in de Corsohal. Dit is Pim. Oh, ik sta lekker op schuin. En we gaan jullie nu laten zien wat wij doen als vrijwilliger. Nu zijn we op de steiger. En je kunt hier echt alles zien. Het is hier heel mooi. Ja, en dit is de vleugel. En we hebben uitzicht op de grote wagen. En ja, dat is heel leuk. We zijn nu bij het boek. Die komt straks in de handen van de uil. En we gaan nu kijken hoe we korenaren op het boek gaan plakken. Maartje gaat het ons demonstreren. Nou, dit is het boek. Wacht, we zijn nu buiten en we hebben een paar vragen over hoe jij het vindt hier bij de Corso. Nou, Liva, waarom kom je eigenlijk naar de Corso toe? Het is een heel leuk sfeertje hier. Waarom vind je het een leuk sfeertje? Iedereen is altijd heel vrolijk en dat is leuk om te horen. Maar wat zou je willen doen om de Corso nog leuker te maken? Wat meer taakjes, want zoveel, heel vaak zijn er mensen die aan hetzelfde taakje werken. Ja, dat zou ik ook willen. Nou, dit waren de vragen voor Liva. Nou, hier staan we dan. Ja, ik vind het zelf ook altijd heel erg gezellig hier bij de Corso. Jullie? Ja, ik ook heel erg. Maar dit is al mijn 16e jaar of zo, dus daarom blijf ik hier ook gewoon. Dit is mijn 3e jaar. Ja, het blijft leuk hoe lang je er ook op zit. Het maakt niet uit of meedoet. Het is altijd super gezellig. Je kunt hier van 7:30 tot 9:00 plakken, toch? Ja. Alleen in de laatste weken en de laatste nacht is er een bepaalde leeftijdsgrens. Maar als je dan hoger... Als je dan iets van... 13 met toestemming van je ouders, mag je de hele nacht blijven plakken. En daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, dat gaan wij doen. Ja, dus 12 mag je toch tot 1:00 en onder de 12 moet je tot 10:00. Ja, zoiets. Ja. Ja, en als je als vrijwilliger ook mee wilt doen met ons plakken. Nou, we hebben nou een beetje laten zien wat wij doen en hoe leuk wij het vinden. Ja, dan kan je altijd je aangeven of opgeven. Ja, opgeven. Opgeven en dan kunnen wij kijken of je mee kan doen en of je geschikt bent voor ons om mee te plakken. Het is altijd super gezellig. Ja, het is heel leuk en gezellig, maar er zijn best wel veel kinderen, maar we hebben ze niet allemaal kunnen laten zien. Het is ook niet voor niets jeugd, hè? Nee. Maar we hebben niet iedereen kunnen laten zien, omdat we maar een bepaalde tijd mogen vloggen. Ja, ik vond dit super leuk om te doen. Ik ook. Alleen mijn gezicht kan soms wat raar zijn, dus niet opletten. Maakt niet uit, we zijn allemaal zoals we zelf zijn. Dus tja. Ja. Het was wel super leuk om dit te doen, hè? Yay! Nou, ik hoop dat jullie hiervan genoten hebben. Ja. Wij vonden het super leuk. Duimpje omhoog. Subscribe en like ons. Nou, dit was het einde van onze vrijwillige vlog. Doei!